Chantal Hendricks. Die denkt van, ik kan absoluut niet sprinten. Ik ga het nog een keer proberen. En gelijk heeft ze. Ja, met Achie Walsma. Ja, en Achie Walsma weet wat het is om diep in de finale nog te demoreren. Ja. Altijd te herkennen aan de roze handschoentjes. Destijds in Hoorn demoreerde ze ook diep in de finale en bleef ze net voor het peloton uit. En won ze de wedstrijd. Ja, en we hadden het er net over. We waren bang dat ze op een hele vervelende manier afscheid moest nemen. Maar ze gaat gewoon mee in de aanval. Carla Keutelappen-Zielman. Ja, het peloton komt nu ook op gang. En die geven deze drie dames weinig ruimte. Ja, en dan heeft Van Maar heeft gekozen achter Karin Kleibeuken. Sluiten weer aan. Ja, aan de buitenkant, Imke Vermeer, die wil positie kiezen. Die denkt van, ik moet opschuiven, ik moet achter Manon Kamming gaan zitten. Het is de vraag of ze daartussen komt. Even voor jou, we zien de laatste wedstrijdmeters van Carla Keutelappen-Zielman. Zij stapt uit de wedstrijd en krijgt ook van het publiek, wat hier in grote getale aanwezig is, een heel groot applaus. Carla Keutelappen-Zielman. Maar we zitten in die finale, dus we kijken naar Karin Kleibeuken. Zij op dit moment... Natuurlijk weer aan de leiding. Het gaat naar rondjes 30-9. Valpartij weer aan de overkant. Ja, het is nu echt opletten. Ja, en dat is toch knap hoor. Mastermind, wat ik zo net zei, helemaal achterin. Die komen nu op stoom. Nicky van Leeuwen die rijdt een hele ploeg naar de kop van de wedstrijd, zo lijkt het. Ja. Precies op het goede moment. En dan moeten ze in die bocht er wel voorbij. En dan zie je Karine hem opvangen. Ja, dat is toch knap dat je al zoveel ronde kop hebt gereden en dan nog zo'n ploeg op kunt vangen. Kijk, en dan laat Nicky even een gaatje vallen. En mijn Engwert. Ja, en Maya de Jong lijkt het goede doel te vonden te hebben. Die zit achter Irene Schouten. Dat is zeer knap. Maya de Jong natuurlijk, die op het podium stond voor het eerst op de Wijze Zee. En daarachter Kim Muze. Die stopt natuurlijk ook. En die... Nou, niet meteen een van de dames die opschrijft voor de finale vandaag, maar ze zit er wel bij. Niet getraind van de week, want ze is in Lapland gebleven. Nou ja, misschien is dat de perfecte voorbereiding voor rust, haar. Hè? Voor elke wedstrijd naar Lapland. Ja. Nou vind ik het daar ook verschrikkelijk mooi, maar het is wel een stukje reizen. Karin Kleibeuken. Nou, nu zitten we in die laatste twee rondes, dus is Karin Kleibeuken. Het is Imke Vermeer die positie heeft ingenomen voor Manon Kamminga. Dus ik vind het ook wel verrassend. Ja, en ook Thierry Benders nu, hè? Gewoon op die tweede plek voor Irene Schouten. Kan ontspannen rijden. Ja, die moet dan wel nu na de bocht aangaan, want anders raakt ze opgesloten. Want we gaan nu naar de bel. En dat is ook vaak het moment dat Irene Schouten zegt van... daar komen ze aan de buitenkant. Lisa van der Geest met achter haar Manon Kamminga. En Manon Kamminga gaat nu wel in een fantastische positie de laatste ronde in. Ja. Is het nog steeds Lisa van der Geest, Manon Kamminga. Iedereen Schouten nu naast elkaar. Ze hebben nog één bocht te gaan zometeen. Kamminga nog steeds aan de leiding. Ja, de leider in het klassement, Manon Kamminga, gaat als eerste de laatste bocht in. Ze gaat hier de cup winnen. Maar gaat ze ook deze wedstrijd winnen? Ja, daar komt ze binnen door. Iedereen Schouten is er langs hoor. Iedereen Schouten, Manon Kamminga. Is het Irene Schouten, Manon Kamminga en Imke Vermeer op de derde plek. En dat betekent natuurlijk dat Irene Schouten gewoon weer een streep. Hier nogmaals de snelheid. En je ziet hoe hard ze binnendoor gaat. Hè. Laatste ronde 26-9. En terwijl Jan van Loonen voor het interview gaat. Officiële uitslag. Irene Schouten, Manon Kamminga, Imke Vermeer, Lisa van der Geest, Merel Bosman, Mago van der Merwe, Maya de Jong, Jill de Bendis. En dat betekent ook dat zometeen op het podium, straks voor de huldiging, Manon Kamminga is de winnares is voor Imke Vermeer en Irene Schouten. Irene, gefeliciteerd. De 8e cup-overwinning van dit seizoen. Wat voor wedstrijd was het? Het ging eigenlijk heel snel. Omdat je, nou ja, ik heb nu een keer natuurreis meegemaakt en denk je marathon lang. Maar dit is dan ook zo voorbij. En er werd wel aangevallen, maar het waren meer speldenprikjes. Er werd niet echt direct vol doorgekoest. Ik denk dat er ook wel meiden keken naar het klassement. Dus, ja. Kijk jij ook nog naar dat klassement?
Nee, het was gewoon, ja, weet je, dan moet ik gewoon alle wedstrijden gaan rijden. En dat is niet mijn hoofddoel. Mijn hoofddoel is gewoon met het team winnen. En dat is vandaag weer gelukt. Op de bel kwamen twee dames jou voorbij. Wat dacht je, die gaan wel heel erg hard? Nee, want nee, ik zag ze hier, ik keek achterom en je weet gewoon, op 500 meter gaan ze aan. En ik zag Lisa en Manon komen. Dan dacht ik, nou, een beetje gang maken en dan kan ik er mooi achteraan. En dat liep gewoon goed. Ja, want de meeste wedstrijden zagen we jou eigenlijk al groot verschil maken op de bel of in ieder geval de 100 meter daarna. Nu moest je na de laatste bocht er nog voorbij. Ja, nou, ik heb wel eens nog een andere marathon. Daar ging ik ook de bocht achter iemand in. Ja, ik weet niet. Het maakte mij niet zoveel uit. Ik lukte van twee manieren. En was dit ook jouw laatste wedstrijd van het seizoen of moet je nog weer aan de bak? Nee, ik ga vrijdag nog naar Amerika en dan rijd ik nog de Mastart finale. En dan klaar. En daar ben ik ook wel aan toe. En dan vakantie? Vakantie, ja. Succes in Amerika. Dankjewel. Heb je er deze week nog aan getwijfeld? Ja, tuurlijk. Weet je, als je naar de getallen keek, het moest gek gaan, maar het kon nog misgaan. En begin van het jaar hadden we heel duidelijk gezegd dat we er niet voor zouden rijden. Ik kwam één keer voor mijn gevoel per ongeluk in het oranje te rijden, omdat Bianca in het witte reed en Irene er niet was. En Klasina had wel al echt na één wedstrijd, of de eerste keer dat we hier gingen trainen, had zij gezegd van, hé jongens, de cupfinale is in Leeuwarden. Het is mooi als we dan het oranje naar huis rijden. Ja, toen keken wij elkaar echt allemaal aan, zo van, ik weet niet, maar wat voor doelen heb jij voor ons? En toen we naar de Wijzezee vertrokken, toen had ik inmiddels wel een paar wedstrijden gereden in het oranje. En toen zeiden we van, weet je wat, als we thuis komen, we nog drie wedstrijden. Dus drie wedstrijden is het wel waard om voor het klassement te rijden. Kijk, klassement rijden is natuurlijk niet altijd heel leuk. Maar de laatste drie wedstrijden hebben we er echt voor gereden. En ik moet echt een petje af ook aan mijn teamies. Die hebben het echt super goed gedaan. En het voelt heel fijn dat het nu lukt. Je zegt, ik heb er wel aan getwijfeld. Wat kon er dan volgens jou nog misgaan? Verkeerde mensen die een rondje zouden pakken en het moet heel gek lopen, maar al die scenario's ga je dan in je hoofd bedenken van hoe kan het nog misgaan. En vandaag, hoe is zo'n wedstrijd dan? Let je alleen maar op Imke en ook een klein beetje op Irene of heb je wel echt je eigen koers gereden? Tuurlijk heb ik wel op Imke gelet, op Irene. Merel kon in principe ook nog een heel stuk schuiven, maar ik wist dat Imke in principe ook Irene en Merel in de gaten moest houden. Dus ik had eigenlijk maar één iemand, ik moest op Imke letten. En daar kon ik mooi een beetje voor volgend jaar wennen, want dat zal ik er ook heel vaak zien. Ja, dat is waar. En nu, vakantie? Ja, lekker even van het ijs. Ik ben blij dat het nu over is, dat we hem binnen hebben. En ik heb eigenlijk ook direct wel weer heel veel zin in volgend jaar. Dus eerst even op vakantie en dan gaan we lekker de zomer in. Maar jij bent ook nog wel inline skater. Ga je ook weer een vol seizoen inline skaten of richt je nu met name op het marathonrijden? Het marathonschaatsen vind ik echt heel leuk en dat gaat ook super goed nu. De dames in de ploegen, het loopt lekker en ik ga in de zomer best wel wat marathons rijden denk ik. En dat zal ook vooral samen met mijn schaatsteamgenootjes zijn. Dus. En dat vind ik vooral ook heel leuk om dan in die wedstrijden in de zomer alvast aan elkaar te wennen en alvast een beetje tactiek te doen. Weet je, dat vind ik het leuke aan marathonsport, aan het marathonschaatsen, marathonskileren. En daar heb ik wel heel veel zin in. Maar we kennen jou toch ook echt als dame die op EK's en WK's hoog ogen gooit. Ga je dat dit seizoen ook weer oppakken of weet je dat überhaupt nog niet? Nee, weet je, daar moet je je gewoon voor plaatsen. En, als jij wil, plaats jij je. Ja, ik denk wel, zoals ik nu ben, ik voel me best fit. En ik denk dat ik deze winter alleen maar sterker ben geworden. Dus in principe, ik moet er even over na gaan denken. Misschien even met de bondscoach over hebben. In principe zou ik best de marathons willen rijden op de internationale wedstrijden. En dan ga ik gewoon proberen te zorgen dat misschien mijn teamgenootjes wel mee kunnen. En dat we het zo het niveau misschien ook wel weer iets omhoog krijgen. Vooral ook met het skileren. Eerst maar even genieten van deze prachtige overwinning. Gefeliciteerd. Jazeker, we gaan zo de tent in.